De reeks loopt over 1 jaar, dus ik heb stillevens gemaakt over het verloop van 1 jaar. En met die bomen, die dan die 4 seizoenen uitbeelden, heb ik getracht om er een tijdsverloop in te brengen. Ik denk dat ik ongeveer 10 jaar was op de gemeentelijke academie van Borsbeek. Dus daar heb ik echt de liefde voor het schilderen en het tekenen meegekregen. En vanaf heel jong was er eigenlijk altijd wel een nadruk op kleuren. En dan ben ik op latere leeftijd, dus ik heb dan rechten gestudeerd, maar dan bleef dat van de kunst toch wel aan mij trekken. En dan heb ik me ingeschreven voor het ingangsexamen voor de schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. En dat was dan eigenlijk het begin van dat meer professioneel aan te pakken. Dus daarna ben ik meer gaan exposeren. Heb ik samengewerkt met Kunst in Huis. Dat waren eigenlijk de eerste die in mij geloofden. En die een paar schilderijen hebben opgenomen in hun collectie. Dus de rode draad is zeker die kleur. Dat is er altijd in aanwezig geweest. Maar in het begin waren er ook abstracte werken. Was het ook veel losser? Waren er misschien meerdere lagen? En dat is nadien dan figuratiever geworden. Dus ik ben heel veel bezig geweest met dubbelportretten. En deze reeks met die stillevens is eigenlijk dan wel zo de vreemde eend in de bijt. Ik had wat genoeg van die portretten. Dat was altijd heel persoonlijk werk. Dat was altijd ook heel psychologisch werk. En ik wilde het mij eigenlijk eens veel gemakkelijker maken en mij richten op stillevens. Voordat er weinig psychologie aan de pas komt. Om mij enkel te kunnen concentreren op eenvoudige vormen en op kleuren. Het is een ouderwets genre, stillevens. En het was heel moeilijk om er eigenlijk frisse associaties bij te krijgen. En als ik dan een fles naast wat fruit zette, dat lukte eigenlijk totaal niet. Dus ik had dat idee van stillevens eigenlijk een beetje opgeborgen. Maar dan liep ik hier rond in het appartement zelf en dan viel mijn oog eigenlijk op een stilleven dat er wel heel interessant uitzag. En toen is me naar Frank gevallen van ja, eigenlijk al die stillevens die bestaan er al, die staan hier al in het appartement. Na verloop van tijd is er ook het idee gekomen van seizoenen, voor er een soort van tijdsverloop in aan te brengen. Er zijn sommige objecten die altijd terugkomen in elk seizoen. Om op die manier dan proberen zo'n evolutie van tijd erin te brengen, dat eigenlijk alles verandert, behalve die objecten waar dat je je zo mee omringt. Kunst heeft heel veel verschillende functies, maar een van de functies is misschien troost bieden. In de academie werd er eigenlijk altijd heel moeilijk gedaan over het feit van iets mooi te creëren, maar of ik heb me er eigenlijk nooit echt veel van aangetrokken. Ik denk dat dat ook zo werkt bij contrast. Dus als er in de samenleving heel veel chaos is, dat de kunstenaar dan misschien meer het tegenovergestelde doet en een heel opgeruimd, proper beeld maakt om wat tegengewicht te kunnen bieden.